ik moet dit overleggen aan mijn meerdere. Ik moet dit overleggen aan mijn leidinggevende. Er gaat nog een directie overheen. Het kan zijn dat je dus een bezwaar krijgt dat iemand zegt, ik moet het overleggen aan mijn manager, aan mijn bedrijfsleider, aan mijn... Snap je? Die persoon is niet beslissingsbevoegd. Dat is geen probleem. Dat is geen probleem. Op het moment dat ze dat zeggen, kun je zeggen, geen probleem. Ik ga dat graag met je doen. Ik wil graag dat jij dat gaat voorleggen aan ze. Wees altijd enthousiast. Hè? Wees altijd vrolijk. Wees altijd opgewekt. Zie het niet als een bezwaar. Zie het echt als iets, oké, we komen een stap verder. Hij gaat het, of zij gaat het voorleggen aan hun meerdere. En stel direct een moment voor. Zeg gewoon van, oké, super, geweldig idee. Gaan we doen. Wanneer zullen we even met z'n allen een moment plannen? Wie zou daarbij betrokken zijn? Heb je een naam? Snap je? Hoe heet je collega? Hoe heet je leidinggevende? Zijn het meerdere? Hoe heten ze allemaal? Wat is hun functie? Wat zijn hun titels? Met wie gaan we allemaal afspreken? Vind je het goed als we... Zullen we een online demo plannen? Zullen we een fysieke afspraak bij jullie plannen? Wie gaat er allemaal bij aanwezig zijn? Die data wil je vergaren. Je wil die namen hebben. Je wil die titels hebben. Je wil weten waarom er zoveel mensen bij betrokken zijn. Snap je? Je wilt feiten. Je wilt die feiten. Misschien is er maar één persoon. En zegt die persoon aan de telefoon... Hey, ja, er is eigenlijk maar één persoon. En dat is Dirk. En Dirk regelt bij ons. Snap je? Dan weet je het ook. Er is niet een heel board. Er is niet een hele MT. Er is één persoon. Prima, dat kan. Maar die feiten wil je weten. Je wilt weten waar je bent. En je kunt bijvoorbeeld ook vragen van... Hey, wat ga je vertellen aan hun over mij? Wat ga je vertellen over mijn producten, over mij als persoon, over onze dienstverlening? Wat ga je met hun delen? Ja, dat dit goed is en dat goed is. Feiten verzamelen. Wat heeft die persoon allemaal onthouden van jouw verhaal? Wat zijn belangrijke dingen? Ga je ook vertellen welke problemen we hiermee gaan oplossen? Ja, zeker, want hiermee lossen we dit op en dat op. Prima, welke problemen zijn ze vergeten? Breng duidelijk in kaart waar die persoon is, waar jij bent in het verkoopgesprek en wat ze aan die andere personen gaan vertellen. Die informatie moet je nu verzamelen. Die moet je weten. Voordat je met die directie aan tafel gaat zitten. Straks zit je tegenover 8 man directie. Dan wil je een goed verhaal hebben, toch? Hey Piet, jij doet dit. Hey Marietje, jij doet dat en dat en dat. Snap je? Je wil een plausibel verhaal hebben. Je wil zorgen dat als je daar zit, dat je gewoon zo zelfverzekerd daar kunt zitten. Omdat je alles al weet. Vraag ook eventueel naar het verleden. Vraag eventueel van, deze aankoop kost 10.000 euro... Worden ze altijd betrokken bij aankopen van 10.000 euro? Of vanaf een bepaald bedrag? Of alleen in dit geval? Of in principe alles vanaf 10.000 euro gaat via de directie. Oké. Of misschien hoor je wel, nee joh, al is het 10 euro, dan gaan ze er nog over. Dus dan weet je in één keer dat ze compleet aan het micromanagen zijn daar. Dat ze op elk detail en elk dingetje aan het letten zijn. Dat kan, dat hoeft niet slecht te zijn. Maar dan weet je wel hoe hun focus is. En je wilt uiteindelijk zorgen dat je die partij natuurlijk zo goed mogelijk de informatie kunt geven die ze nodig hebben. Dus ook daarvoor is het feiten verzamelen. Schrijf het op, oké. Wat is de laatste aankoop die jullie hebben gedaan van 10.000 euro dan, waar zij bij betrokken waren? Weet je, informatie. Dat was weet ik wat, een nieuwe heftruck en dat duurde allemaal, een hoop ellende met de leverancier, bla bla bla. Dan weet je dus al dat daar een bepaalde pijn zit, een bepaalde emotie zit, een teleurstelling bij een vorige aankoop. Dat ze weer ophalen, die emotie halen ze weer op bij deze nieuwe aankoop. Want het gaat weer over 10.000 euro en het gaat weer met z'n allen overleggen over een aankoop. En de vorige keer ging de aankoop niet goed. Dat kan je jezelf niet aanrekenen, maar je moet wel die verantwoording nemen. Het is jouw verantwoording om te zorgen dat die zorgen weer verdwijnen. Want zij hebben een nare ervaring uit het verleden en die projecteren ze weer op jouw situatie. Daar kan jij niks aan doen, maar je moet het wel oplossen. Het is niet jouw verantwoording, of tenminste, jij bent niet de oorzaak, laat ik het zo zeggen, jij bent niet de oorzaak dat ze dat doen, maar je moet het wel oplossen. Dus zorg ervoor dat je daar ook alert op bent. Vraag aan die persoon. Misschien heeft die persoon wel wat vaker aanbevolen en dat het niet goed bevallen is. Ja, nee, de vorige keer heb ik een heftruck aanbevolen en ja, dat was echt een miskoop en die partijen waren moeilijk. En dan weet je dus dat die persoon wel beter oplet. Die gaat niet zomaar nog een keer wat aanbevelen, want die denkt, ja, de vorige keer is dat fout gegaan. Kreeg de hele directie over mij heen. Dat is informatie, die is belangrijk. Die wil je verzamelen. Ook die informatie, schrijf het allemaal op. En zorg er dus voor dat als iemand zegt, joh, ik heb nog een directie, ik heb een NT, daar moet ik het mee overleggen. Prima, geen probleem. Wie zou er bij de directie aanwezig zijn? Wie zou er bij zo'n overleg aanwezig moeten zijn? Aan wie ga je het vertellen? Wat is zijn naam? Wat is zijn functie? Is dat de eigenaar? Is dat je leidinggevende? Krijg die informatie. Wanneer heb je voor het laatst een aankoop gedaan van zo'n groot? Gaat de directie altijd over grote aankopen? Of ook over de aankoop van een paar pennen? Informatie verzamelen. Het verschilt per branche, het verschilt per product. Maar je wil zoveel mogelijk informatie verzamelen. Zorg ervoor dat je dat goed opschrijft.
zorg ervoor dat je data verzamelt. Want die is cruciaal als je wel met die directie aan tafel komt. Weet je wel? En als je dus weet dat die directie op een bepaalde manier werkt en functioneert, dan kun je daar extra je tactiek op aanpassen. Dus, niet vergeten, als iemand zegt moet overleggen met de directie, niet doen van, oké, geen probleem, hang ik op. Nee, prima, dat is geweldig. Goed om te horen dat je het gaat overleggen met de directie. Wie zou er in de directie dan precies over gaan? Wie gaat hier uiteindelijk de eindbeslissingen maken? Als we een demo opzetten, wie zou er daar allemaal bij aanwezig zijn? Als ik het product kon presenteren, wie zou er aanwezig moeten zijn in het bedrijf om het product ook te kunnen zien? Probeer op een creatieve manier die namen te verzamelen. Misschien is het maar één persoon die verantwoordelijk is. Misschien zitten er wel 10 mensen achter. Verzamel informatie. Ook als ze zeggen, ik moet het overleggen met mijn meerdere of met de directie.